Ik druk nu op opname starten. Dus alles wat ik nou zeg, dat weet YouTube dus ondertussen ook. Hoi YouTube! Nieuwe setup, heel erg simpel, tot we het geluid wat beter horen. Tenminste, ik hoop dat jullie het geluid beter kunnen horen. Dat zou heel erg fijn zijn. Vorige aflevering hebben we dit level helemaal 100% gedaan. Dus dan kunnen we nou gewoon naar het eerste beste level wat we zien. En het eerste beste level wat ik zie is het woestijnravijn. Het lijkt wel op een Efteling. Ik hoop in ieder geval dat het gamegeluid goed is, dus... Niet te hard, niet te zacht. Belangrijke dingetjes. Woestijnravijn betreden. Ik mis 7 gems. Hij heeft 7 gems niet opgeslagen. Oeps. Nou ja, we weten waar dat die liggen. Dat is het probleem niet, dus. Is helemaal goed? Ah, gelukkig maar. Want natuurlijk, de cringe die zit hem omdat alles in het Nederlands is, zoals dat jullie in de voorgaande aflevering hebben gezien. Het kan zijn dat jullie een slight echo horen van wat ik dus aan het doen ben, want ja, ik moet natuurlijk wel kunnen reageren op de geluidjes. En ik kan niet echt makkelijk een koptelefoon hierop aansluiten, helaas. En... Auw, gast. Dat zijn de langzaamste kogels ooit. Hey, Dubbelfris. Nee, woestijnravijn, dat klinkt op zich wel heel erg leuk. Wacht maar totdat je de voice acting hoort. Hey. Jij gaat niet schieten op mij. Nee. Jij gaat niet zomaar schieten op mij, jongetje. Dat mag jij zomaar niet doen. Maar ja, nogmaals, ik zeg het nogmaals. Net zoals dat ik nou nogmaals 3 keer, nogmaals ondertussen 4 keer al heb gezegd. Het probleem wat ik met dit spel heb is... Spyro 1, hij ziet er geweldig uit. Hè? Remastered, hij ziet er echt geweldig uit. Het nadeel is, deel 1 is een van de... Mario Play, dankjewel voor de host. Maar goed. Conan. Wat? Huh? Oh. Bedankt dat je me hebt bevrijd, Spyro. Graag gedaan. Dat was te kort om daar een reactie op te geven. En dankjewel voor de Evo Boost, Super Mario Player. Oh, jongens toch. Bedankt voor de boost die je mij hebt gegeven, Super Mario Player. Het grappige is, door die voice actings die je dus nou de hele tijd ziet, heb ik ook elke keer de neiging om weer te gaan voice acten. Dus, Super Mario Player, dankjewel voor die 310 bits. Mijn Eevee is er heel blij mee. Dank je. Na. Komt u maar. Ik haat die beesten. Ik haat die beesten voor alles waarvoor ze staan. Oké. Ik serieus rondje blijven rennen. Waarom ook niet? Kan ik niet de andere kant gewoon op rennen of zo? Intercept him. Kill him. Oh, dat was hem bijna. Rondjes rennen. Oh, dat was zo not fair. Dat was zo not fair. We waren zo... Daar. De game is zeker heel erg leuk, maar ik raad aan om hem in het Engels te spelen, Bada. Ik pak heel even snel... Niet zo raar kijken, jongens. Vroeger werden we ook groot gemaakt met een fles, hè? Dus, de game is super leuk. 1, die valt een beetje tegen. 2, die is super gaaf. En 3 is echt extreem gaaf. Speel hem wel in het Engels. Serieus. Ik raad aan om hem in het Engels te spelen. Dit is een... Van, ja, hoeveel pijn doet het Stevie om dit spel in het Nederlands te spelen? Best wel veel. En trouwens, het geeft ook wel een grappig dingetje tot de lamp nog steeds hetzelfde is als controle. Dus, goed. We gaan gewoon verder met de level spelen. We gaan gewoon al de gems vinden. Niet te vergeten dat we dus de optie hebben om, ik raad aan 99 van alle games in het Engels te spelen. Is er een game die leuk was in het Nederlands? Nou! Ja, dat zijn allemaal van die oude point-and-click games die we vroeger hadden op de PC, weet je wel. Om dingen te leren, noem maar op. Point, ouw, dat deed pijn. Ik dacht dat je met dat ding zou gooien. Waarom gooi je niet met dat ding? Deze wapens zijn eigenlijk best wel gevaarlijk in verband met... ze kunnen best wel gemeen schieten op het moment dat je op hun
probeert te dashen. Daar willen we wel voor uitkijken. Je weet je, ik praat niet meer met jou. Ik ben boos op je nu. Hoe durf je dat te zeggen? Volgens mij is dit het einde van het level. Mario Rabbids is best wel leuk in het Nederlands, Daaf. Oké. Okay. Ja, dat spel heb ik niet, dus... Het grappige is ook van... De grootste reden waarom dat ik heb gekozen om dat spel niet te hebben, dat... is van... Het is niet echt my kind of game. Kijk, ik zeg niet dat het een slechte game is, absoluut niet. Maar omdat het dus niet echt een type game is waarvan dat ik zeg van... Dat ik het graag zou spelen, zou ik al waarschijnlijk zeggen van... Ja, dit is niet de game die ik zoek. Ik bedoel, wie ben jij? Boris, wat heb jij erover te zeggen? Woestijnravijn beloont goede zwevers. Jij bent toch een goede zwever, Spyro? Ik zweef als de beste. Ik zweef over een weef. Was dat nou zo moeilijk geweest? Gewoon maak er een leuke punt van. Spyro is niet grappig. Spyro, dat deed pijn. En pijn is niet leuk. De P van pijn is niet pijn. Die grote drager... Die grote, echt zo van... die deed het leuk. En dan komt Spyro... Ik zweef als de beste. Spyro, echt serieus. Je bent een badass. Je bent een badass draak. Ja, weet je wel, zo van... De fikker in. Zo'n draak ben je. Dan kom je aan. No. Ik zweef als de beste. Spyro... Nee, dit... Nee. Nee. Gewoon nee. Dat cringe inderdaad, ja. Oh. Ik zweef als de... Oké, de cringe is eruit. Oké. Kalm. Kom weer terug even in je positiefheid. Kom weer terug eventjes in Eevee-land. Weet je wel, van mij apart. Gewoon in Eevee-land. Gewoon even relax. Haal even rustig adem. Nee, niet meer aan denken. Ga weg. De fik erin. Hoe dat de draken dat zeiden in het Nederlands was grappig. Bij die grote vijanden, Spyro, de fik erin! Weet je wel dat? Die moeten we er gewoon even inhouden. Dat moeten we er gewoon echt even inhouden. Oh. Ja, Bada, de cringe is real, ik weet het. Oh, dit is wel het einde van het level. Niet schieten. Oké, nou dan gaan we gewoon weer terug naar dat andere plekje. Waar we dus net zagen, waarom ook niet. Oh, jongens toch. En ik weet het, ja, de cringe is real. Oh, maar daar zit ook nog wat. Geef het. Ja, misschien, ik moet je kijken, joh, echt serieus, die schaduw is nice, man. Maar, ik bedoel... Begrijp me niet verkeerd, ik wil het spel absoluut niet afkraken. Absoluut niet. Ik vind het echt nog steeds een van de meest awesome spellen ooit. Het enigste nadeel, en dat was al van de PlayStation 1 versie van Spyro. De gems slaan niet... Ja, er is geen reden om de gems op te halen. Ik bedoel, de reden waarom dat we het gaan doen is... Hé, we gaan hier wel 100% halen, hè. Kom nou. Maar om gelijk naar deel 2 te schieten... In verband met tot daar het weer wel leuk is... In verband met ik kan niet... wachten om Moneybags in het Nederlands. Ik hoop echt dat ze die een bekakt stemmetje hebben gegeven. Ik hoop echt dat Moneybags een beetje zo is van... Spyro, mijn beste draak, beste kerel. Ik kan deze brug wel laten zakken voor een... kleine betaling. Weet je wel, ik hoop echt dat ze hem zo'n stem hebben gegeven. Want Moneybags is echt zo'n achterbakse... crisscrossing gemeenrik. Nee, ik heb geen last van mijn ogen op het moment. Ik heb mijn bril daar liggen. Maar mijn ogen die hoef ik alleen maar te gebruiken op het moment dat ik ga chatten. En ja, ik moet wel zeggen de chat als ik de chat aan het lezen ben. Dus ik zal zelf eventjes mijn bril gewoon zo even opzetten. Hoi! Zo dan. Nou, hij heeft niet zo op mijn neus te zitten hoor. Serieus zeg. Sparks! Maar ik ben zeker heel erg nieuwsgierig hoe dat ze die dus hebben gedaan. Ivor! Draak waar ik zoveel over heb gehoord. Toen je nog maar een klein rookwolkje was, wisten wij al dat... wisten jullie... Bent kwijt. Rook...
Stevie, welke games wil je in het wil je graag in de toekomst nog streamen? Oef. Ik heb heel veel plannen. Ik heb plannen om binnenkort weer iets te gaan kijken of ik iets leuks met de community kan doen. Faal. Daar ben ik van plan. Sowieso Crash Bandicoot, die staat nog op mijn to-do-lijst. Mensen hebben gevraagd of ik Subnautica in het Nederlands weer een keertje wil gaan livestreamen, maar dan echt gewoon hardcore. Gewoon dat weer. Het lijkt me ook heel erg leuk om te doen. Dus ik wil verder met Mystery Dungeon in livestream. Lijkt me ook hartstikke leuk om te doen. Gewoon de Mystery Dungeon set. Is er geen optie om de voice acting in het Engels te houden en de Nederlandse ondertiteling? Nee. Sterker nog, en daar heb ik de vorige keer nog niet over geklaagd. En ja jongens, hier ga ik zeker heel even hard over klagen. Er is nog niet eens een optie om de language te selecteren. Wil je gewoon in het Engels spelen, dan moet je een systeem, je spelsysteem, moet je in het Engels neerzetten om de Engelse taal te krijgen. Er is geen language optie. Zo fout is de game. Of ja, het systeem. Ik bedoel, de game is goed. De game is geweldig zelfs. Echt een van mijn favorieten. 10 out of 10. Best game ever. Nou ja, 2 en 3. 1 is een beetje... geniet van de graphics in HD. Weet je wel, het is gewoon een beetje van... De graphics zien er heel erg goed uit. De werelden waar je als eerste Spyro hebt gespeeld. Dat ziet er inderdaad heel erg goed en heel erg leuk uit. Maar... Komt-ie. Wolletje, dat is absoluut niet erg. Maar als je dus naar het Engels toe wil, ja, dan moet je dus. En ja, dat is gewoon een verplichting om je systeem helemaal... Je moet gewoon de systeemsettings helemaal aanpassen. Daar gaat nergens over. Oh, je wilt het in het Duits horen? Nou, dan zet je systeem maar in het Duits. Ja, maar kan niet Duits lezen? Ja, dat is dan jammer. Nee, ik ga niet de pingrap erin gooien. Ik bedoel, serieus, Nintendo die moet dat nou echt zo nodig zeggen van in HD. En dit heet gewoon Remastered, of Reignited, om het zo maar te noemen. En dat vind ik wel een mooie benaming, Reignited. Ik ga dit niet halen. Oh, jawel, net wel. Hoe? Maar ik heb de sleutel nog niet, toch? Heb ik wel de sleutel? Nee, ik heb de sleutel nog niet. Ik heb de sleutel nog niet. Sparks, ik heb de sleutel nog niet. Waarom ben ik hier en ik heb de sleutel nog niet? Dat is dom. Of ben jij gewoon een kistje? Nee, jij hebt toch een sleutel voor nodig. Oké. Geen probleem. We gaan gewoon die sleutel vinden. Gewoon die sleutel vinden. Oh. Laat ik niet van de cliff afrennen. Dat lijkt me weer niet heel erg handig. Dus, maar ja, goed. In ieder geval, ik wil dus ook verder met Mystery Dungeon. Ook in streamformatie. Ik bedoel, ik weet, dit is nou voor YouTube ook wel weer een beetje een let's play-achtig, weet je wel. Eerder let's stream, hoe ik het eigenlijk wil noemen. Maar, zo. Komt een beetje in die genre zo een beetje terecht. Waar ik heel blij om ben. Maar, ja. Ik wil toch het meeste streamvoudig gaan doen. Wat ik met de community wou doen. Ja, dat is nog een secret. Gaan we bespreken in de Discord. Dat is nog heel eventjes een secret to everybody. Ah, doe niet zo flauw. Jawel. Ben ik hier al naar binnen geweest? Jawel toch. Volgens mij ben ik hier al binnen geweest. Zou een mooie plek zijn geweest voor de sleutel. Jij zegt dat daar iets zit, Sparks? Serieus? Daar nog? Kan ik hier zo die sprong maken? Oh, er zit daar nog een... Oh, zagen jullie dat? Oké. Okay. Ik weet wat ik nou moet doen. Bijvoorbeeld eventjes in het water. Verschrikkelijk. Net zoals dat het heel erg verschrikkelijk is dat er iets in mijn neus zit te irriteren. En dat ik nou niet ongegeneerd even mijn neus kan lopen peuteren. Serieus, is die informatie nou echt nodig? Jongens, echt serieus, ik zit met een itch. Verschrikkelijk. Oh, sorry. Het is een Nederlandse game, dus we moeten het Nederlands houden. Ik zit met een jeukprobleem. Not helping. Ah, oh, verschrikkelijk. Oké, dus we willen dus zijwaarts gliden. Ja! Ik doe het. Zit hier dan die sleutel? Maximus! Ongelofelijke zweefvlucht, Spyro. Ik dacht dat ik hier voorgoed vast zou zitten met die lelijke gieren op mijn hoofd.
Die vogels zien er taai uit, maar ze zijn erg lekker geroosterd met een snufje zout. Oké, die was grappig. Geroosterd met een snufje zout. Oké, die was goed gevoiced. Kudos, eindelijk. We hebben de draak die heeft goed gevoiced. Ik ben trots. Oh, halleluja, er is nog hoop voor dit spel. Oh, ik kan iets positiefs zeggen over Nederlandse voice acting. Oh. Geroosterde gier. En wat heb jij als ontbijt op? Geroosterde gier. Extra geroosterd met een vleugje zout. Ah, jongens toch. Oké, er zijn positieve dingen. Al ben ik nog steeds bang voor de cutscenes van deel 2. Want zoals ik al zei, dan zijn er echt heel veel cutscenes. Ik bedoel, je hebt een slechterik die heeft... Ik ben echt benieuwd hoe dat ze die slechterik... Ik ben zo nieuwsgierig naar deel 2. Wij moeten deel 1 moeten we gewoon zo snel mogelijk uitpeilen. Kom, yin, yang, yong, yin. Yin, yang, yong, yin. Laten we maar naar de kistje toe gaan. Ah. Ik hoop ondertussen niet dat ik notificaties heb gemist, jongens. Nogmaals excuses, maar ja, dat moest ik dus muten, want anders zou ik een te harde echo horen. En dat zou vervelend zijn, dus... Hier gaan denk ik een paar memes ontstaan. Het zou zomaar kunnen. Oké, nou hoop ik dat daar gewoon echt... Oh, nee. We moeten gaan vliegen als een gier. We moeten het wel goed doen, want echt anders serieus. Bij die sprong, heb je die fout? Ja, dan... Des. Met een snufje zout. Op het moment dat je een paar trolls tegen gaat komen. Met een snufje zout. Het zit hem in een snufje zout. Ja, 25. 100%, hoera! Dan mogen we weer terug naar het einde. Het grappige is, er zit geen penalty aan. Stel je voor dat we nou zoiets hebben van... Ja, maar ik heb helemaal geen zin om naar het einde van het level te lopen. Dus ik ga gewoon nou terug naar het huis. Dan zou ik hier gewoon ook kunnen zeggen van... Ik sluit het level af. En als je het level afsluit, ja, dan krijg je gewoon nog steeds alle rewards en noem maar op. Een functie die niet mogelijk was in het origineel. Dus ja, het is wel helaas dat ze zeggen van... We maken het spel een beetje makkelijker. Sommige dingen ben ik het mee eens. Bijvoorbeeld... Tot Sparks hier al naar gems kan wijzen voor de completionist onder ons, weet je wel. Van ja, we willen het spel toch 100% hebben. Tot je op een knop kan drukken tot hij alleen maar de richting op wijst. Dus je weet niet precies hoe dat je er kan komen. Maar je weet wel, ja, hoe, of, tot, welke richting dat het ongeveer een beetje op is. Dus dat dan weer wel. Maar net zoals dat je dus gewoon kan travelen naar welk level dat je wil, in welk level dat je zit. Dat had ik liever een beetje als aftergame toegevoegd. Maar mijn kanaal groeit snel. En dat komt door jullie, niet door mij. Ik serieus. Ik ben maar een gozer die een beetje zit te blaren over videogames. Nou, we hebben maar één level gedaan, YouTube. Dus maak je geen zorgen voor de livestreamers. Wij zijn pas net begonnen. We zitten pas 20 afleveringen in deze minuut. Speciaal voor jullie. Maar, ja, we doen sowieso nog een extra level. Met een blauw lampje. Let's do this. Hoe heet dit level eigenlijk? Ik heb er niet naar gekeken. Hoe heet dit level? Klifdorp! Jee, we gaan naar Klifdorp! Plus, ik heb best wel een paar mensen die bang zijn dat YouTube echt voor mij overleden is. En YouTube is niet overleden, maak je daar absoluut geen zorgen over. Maar ik vind het veel leuker om het eigenlijk zo interactief met kijkers tegelijkertijd te doen. Zoals het hier, Daaf, Zennewolletje, Super Mario Player, Mume, JB'tje... Bada zie ik er tussen zitten. Whale Bada om precies te zijn. Dat soort dingen, weet je wel. En dan kun je lekker een beetje... Hi Zorro, dankjewel voor de stap in mijn neus. Maar dat vind ik echt gewoon, vind ik gewoon veel leuker. Dus ja, als ik zo YouTube video's kan opnemen... Dan gaan we dat toch gewoon zo doen? Oh ja, dit. Jij werd gebitchlapped. Niet te vergeten, hier zit ook altijd nog een gem in. Poink. Al snap ik natuurlijk dat hier de gems nog in deel 1... Ja, ik ga gewoon weer over naar een ander onderwerp. Dubbel fris! Dubbel fris is er ook bij! Sorry, dubbel fris!
Oh, gelijk de chatface. Je hebt Dubbel Fris. Ik zie je in de chat en Dubbel Fris. Nog steeds zeg ik je naam fout. Deal with it. Er is een reden dat ik eigenlijk alleen maar zeg... Bada! Doe me denken namelijk aan die Manaphy van de film van Pokémon. Maar ja, ik bedoel serieus. Whale, dan denk ik... Oh ja, wacht even. Whale, dat is met W-H-A-L-I. Maar hoe schrijf je dat? En Belgium Wolf, die is er natuurlijk ook bij. Die had, dat is helaas niet op deze YouTube-video te zien. Maar die heeft geresubbed. Oftewel, die kan een speciaal emoticonnetje veranderen. Of gebruiken. Dus... dat is een andere manier van supporten via Twitch natuurlijk. Wa'il. Wa'il bada. Wa'il. Wa'il. Met een snufje zout. Oké, ik zou... Dat wordt gewoon de titel van deze aflevering. Het snufje zout. Met een snufje zout. Sorry. Ja, maar Steve, je bent nou zo afgeleid. Ja, dat is beter als we een stille aflevering hebben. Zijn we de hele tijd zo gaan zitten dan? Hier is de hemel van James. Draai nu mijn camera. Eerste let's play, jongens, echt. En ik ga nou over je brug heen en hier moet je dashen. Niet vuren, maar dashen. Nee. Oké, zo. Dat was ook alweer leuk. By the way, ik kwam laatst bij een schip waar ik de naam niet meer... Die had een bot ingesteld in de chat, een soort van ranking... Ja, ik ga geen ranking systeem erin gooien, want echt serieus, jullie zijn allemaal equal awesome. Ik wil niet hebben dat je... Ja, zo meteen, even een seconde. Wat heeft een draak nou aan vuurspuwen als het panzer van metaal is? Onthoud, Spyro, dat vuurspuwen niet werkt bij metaal. Maar een boostaanval met je horns, dat werkt zeker. Ik zou nog blij zijn geweest met ondertiteling. Horens. Spyro de draak met een snufje zout. Beste titel ooit. Nou, het punt is, als je een ranking systeem erin gaat gooien, weet je wel, dan is het van, ja, wie kijkt dan meer kijkers? Ik ben je nummer 1 fan, bla 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 bla. En dat wil ik absoluut niet hebben. Oké, serieus, deze turns die zijn lastig te doen. Dit gaat een probleem worden. Oké, wacht, daar heb ik misschien een andere optie voor. Kom in de buurt. Yes! Maar ik vind het dus heel erg belangrijk om iedereen gewoon hetzelfde eigenlijk gewoon te blijven behandelen. Kijk, het enige verschil wat er wel in zit, dat is de mensen met een subscribe, weet je wel, die hebben een Umbreon voor hun naam staan. Met dat support, weet je wel. Donaties, dat heeft geen extra icoontje. Heb ik expres voor gekozen in verband met, ja, ik bedoel, ik vind het heel fijn als het inderdaad... maar het moet zijn omdat jullie willen supporten en niet omdat je dan een of ander iets krijgt. Dus dat vond ik een van de belangrijkste dingen natuurlijk. Dus ja, daarom wil ik ook niet echt met een ranking systeem gaan beginnen. Ik heb ook gezien dat je zelfs een ranking systeem met badges kan hebben. Bijvoorbeeld, je hebt nu de Umbreon die wij gebruiken als Detective Umbreon. Dat is de badge die je nou krijgt. Maar op iemand die dan bijvoorbeeld 3 maanden achter elkaar gesubscribed is... die krijgt dan in één keer een andere badge of zo. En dat wil ik ook niet. En dankjewel. Dankjewel, Bada, voor het snufje zout en de 100 Evo Boosts. De 100 bits. Ja, wij noemen het Evo Boost. Vind ik leuker. Ja, dat is de sub-badge. Als je 3 maanden hebt, dan krijg je in één keer een andere sub-badge. Dan vind ik dan ook weer zoiets van... Ja, sorry, maar... Je bent gesubbed, vind ik al echt enorm awesome. Waarom zou je dan nog eens een andere erbij moeten gaan krijgen? Dat is gewoon niet. Nee. Maar goed, even terug naar... Want de YouTubers die hebben nou echt zoiets van... Waar gaat dit over? Ik word een beetje zouterig hiervan. Heb ik dat net wel? Heb ik hier? Oké, die heb ik wel. Sparks, je ziet een beetje Vaporeon-achtig. Ik ben niet meer echt Jolteon. Ja, het gaat tot en met 1 maand, tot en met... Ik weet niet precies hoe lang, maar ik heb gezien dat als iemand dan 3 maanden al... dat hij dan een andere badge kan hebben. En sommigen gebruiken weer wel dat systeem, en anderen weer niet. En dit is een speciaal kistje. Die kunnen we niet roosteren. Daar kunnen we niet de fuck in zetten. En die kunnen we dus ook niet met onze horns chargen. Daar hebben we speciaal vuurwerk nodig of een sterkere vlam of iets. En ja, op het moment hebben we die dus niet.
Hallo. Enzo, nee. Hey, wat is er aan de overkant van de rivier? Zweef er naartoe en zoek het uit. Nee, die hadden ze, nee, daar hadden ze een andere tent. Wat is er aan de andere kant van de rivier? Zweef erheen en zoek het even uit. Gewoon een beetje naderen. Zweef erheen en zoek het uit. Kom op, hi. Nee, zweef erheen en zoek het uit. Nee, zoek het uit moet je in een beledigende vorm plaatsen. Dan is het grappig. Gemist de kans, Nederlandse voice actors. Oh, mijn zout. Cringe zo erg van Nederlandse voice act. Nou, nee, dat snufje zout, dat is nog steeds die award-winner van deze aflevering. 100%. Dat snufje zout, dat maakte het gewoon perfect. Laten we eerlijk wezen. Maar zoek het uit, dat hadden ze veel anders neer mogen zetten. Dat hadden ze echt heel anders neer mogen zetten. Wee! Trouwens, hele leuke achievement. Als je tegen hun, als ze op jou afkomen en je... Doe dus een charge aanval tegen hun, dan krijg je een achievement. Die achievement die heb ik al, want ja, PlayStation en achievement, hartstikke leuk. Maar ik zal het heel eventjes doen. Dus komt er eentje op je af, gecharge en dan... Oh, wacht even, dan moet je een air charge doen. Doe even opnieuw. Kom maar. Kom dan. Met een snufje zout. En dan zou je dus nou een achievement hebben gekregen. Maar ja, die achievement die heb ik al, dus... Hallo. Ook zoiets, hè? Dit echt zo'n open, grote veld. Leuk, maar niet zo leuk dat je hier overal random gems hebt neergegooid. Want als je hier overal random gems neergooit, dan heb je dus het probleem van... Ja. Moeilijk om al die gems natuurlijk te vinden. Nou ja, er zit daar weer een voice acting dingetje. Ai. Weer een achievement die ik al heb. Marco! Dit is het hoogste punt van Klifdorp. Je kunt bijna overal komen vanaf hier. Als ik jou was, zou ik die wervelwind gebruiken. Maar als ik jou was, was jij mij. En dan zou ik denken bij mijn eigen wel serieus. Leer je voice acting skills. Nou ja, in ieder geval, we hebben de wervelwind ontlokt, zodat we hier nou wat makkelijker kunnen komen. Even kijken, daar zien we die vuurpijl zitten. Dus vanuit die vuurpijl kunnen we daar dat achterste opblazen. Eens even kijken. We kunnen daar nog op het dakje komen. We kunnen daar nog op het dakje. Daar zitten nog wat gems. Ik geloof niet dat... Ja, hier zitten ook nog wel wat gems. De games die worden een stuk moeilijker. Dit is pas wereld 2. Dus dit zijn nog inderdaad best wel makkelijke vijanden. En we hebben al één death gehad. Want Toasty die was heel erg lastig. Dus er komt zeker nog wel uitdaging in deze game. Ik moet wel zeggen, de echte uitdaging die begin je pas echt te komen in deel 2 en deel 3. Omdat je dan ook echt zeg maar verschillende collectibles hebt en alles. Dus daar zit wel een verschil in. Hou daar wel een beetje rekening mee. Niet te veel, maar een jeebeetje. Voel je je daar nou trots op? Ja, enorm. Hey, we zijn Nederlands Spyro aan het spelen. Mag ik ook heel even een foute punt maken? Nee, dat mag je eigenlijk niet, maar vooruit dan maar een heel klein jeebeetje. Nee. Wa'il Bada. Wa'il. Ja, ik zeg het goed. Wa'il Bada. Nee, is absoluut niet erg als je daar naar vraagt, want jij bent aan het kijken of je deze game misschien zelf zou kunnen halen. Ik zeg het is een aanrader, maar ja, je moet het natuurlijk zelf weten. Even kijken, we moeten weer daar naar boven toe. En dan kunnen we dat kistje daar even monstreren. Heel fijn, goed. Gaan we dat eerst doen. Zonder de Bada, maar er staat Bada. Er staat Bada bij je naam. Oh. Oké. Sorry. Dat wist ik niet precies. Waarschijnlijk heb je dat al een keer eerder gezegd, maar ben ik het gewoon vergeten. Oké, iets zegt mij dat die sprong daar niet zo te halen is. Dan doe ik het anders. Dan gaan we eerst hierheen. Pakken we eerst die steentjes. Lopen we helemaal naar boven toe. En dan gaan we vanuit daar boven. Want als ik jou was... Nee. Gewoon nee. Ik klim gewoon hier weer omhoog. Sommige dingen zijn wel leuke puzzelsolving, om eerlijk te zijn. Ik hoef er nog niet eens naar boven te klingen, ik kon gewoon de wervelstorm gebruiken.
Bla 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 bla. Dus het is toch echt behoorlijk real. Zitten hier trouwens nog een paar kistjes? Laten we die eerst even doen. Weten we tenminste of we alles hebben of niet. Oh mijn hemel. Er zitten hier 400 gems in. En de enige gems die ik nog zou weten, dat is dat ene kleine stukje daar. Ah, hier hebben we die vuurpijl in ieder geval. Vuurwerk! Wap, 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 wap. Nee, want in Spyro 2 krijg je er dus meer abilities zelfs bij. In Spyro 2 kun je dus leren zwemmen, duiken. Je kunt een hoornaanval kun je leren. Je kunt klimmen op muren. Daardoor moet je meer walljumps doen. Dus er zit echt heel erg veel extra bij. Hier beneden nog? Oh, kijk nou toch eens. Hier beneden zitten er nog een paar. Oké. Okay. Wat? Waar? Hier. Ah, kijk nou toch eens. Twee kistjes hier nog. Oké. Okay. En daar zie ik ook nog een paar gems. Kijk, we komen er wel, we komen er wel. Ja, we doen 100%. Ik bedoel, serieus, dat is wel een beetje een catch ding wat we in de Let's Play community altijd eigenlijk hebben gedaan. Dus vind ik het wel belangrijk dat we dat zeker blijven doen. Eens even kijken. Jij zegt dat er... Daarachter. Maar... Oké, okay, ik heb een idee. Oké, okay, Sparks. Oké. Nee, ik heb een idee. Nee, dat gaan we gewoon doen. Dat gaan we gewoon doen, Sparks. Dat gaan we gewoon doen. Ja, dat dacht ik al. Wel gemeend dat daar een slotje op zit trouwens. Hè? Op dat moment dat je daar een slotje erop ziet... Dan denk je bij je eigen van... Oh, daar heb ik een sleutel voor nodig. Nee, je kunt hem gewoon chargen. Goed. 100%. Nice. Met de hulp van Sparks. Het zijn allemaal van die overgebleven kleine dingetjes, weet je wel. Maar ja, daarvoor heb je een Sparks. Oh, en mocht je de vraag hebben van... Ja, maar op het moment dat Sparks groen is en je wordt geraakt... Dan zie je Sparks niet meer. Dus dan heb je Sparks niet. Hoe kan ik dan zoeken naar gems? Zoek een vlinder. Serieus. Ja, Bada, de regels die we op de Discord zijn eigenlijk ook een beetje dezelfde regels hier. Dus alsjeblieft, liever geen grapjes over maken. Je beetje voelt zich vereerd. Als we ja, je beetje is nu gewoon een punt geworden. Weet je het zeker? Nee. Een klein je beetje. Gewoon een klein je beetje. 1993! Iedereen die kan nou echt serieus, iedereen naar 1993, dat is mijn geboorte, ja! Wat is mijn favoriete game buiten de... Gewoon al zonder dat verhaal buiten de, weet je wel. Gewoon, wat is je favoriete gameseries? Op het moment is dat namelijk niet The Legend of Zelda. De reden dat dat niet The Legend of Zelda is, heeft met één ding te maken. Breath of the Wild. Breath of the Wild is de reden waarom dat Zelda niet meer bij mij op mijn favoriete gameserie is. Favoriete game namelijk, de favoriete gameseries, daar zit nu Pokémon, 100%. Hé, kijk, deze hadden we al gecollect. Yep, maar we zijn vergeten onszelf te zappen. Maar goed, YouTube. Wij hebben nu 2 levels gedaan. Op zich vind ik dit wel een mooie aflevering op het moment. Dus daarbij ga ik het laten voor YouTube, voor deze aflevering. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Willen jullie nou ook een keertje gezellig bij een livestream zijn? De link staat in de beschrijving. Kun je op klikken en dan... Hey, kijk, wist, druk op die follow. Kom gezellig in de Discord. Dan zie je ook gelijk wanneer dat we live gaan. Dan zie je ook wanneer dat Mumee live gaat. Wanneer dat niet iedereen maar een JB'tje live gaat. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. 1993. Ik herinner het me nog heel goed. Oké, maar goed. In ieder geval buiten dat. YouTube, tot de volgende aflevering. Ik hoop jullie weer te zien daar. Of misschien een keertje in de livestream. Lijkt me heel erg leuk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Vond je nou dit met een snufje zout een beetje een leuke aflevering? Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En
Doei! Yeah.